Nou mensen, hier staat hij dan. Het liefst zou ik ermee weg willen rijden, maar ja, dat gaat helaas niet. Het liefst scheurt ze elke dag met haar knalroze vrachtwagen over de Europese snelwegen. Maar vanwege een blessure zit deze Renu haar dagen uit op kantoor. Ja, ik heb een bedrijfsongevalletje gehad. En ik ben sinds dinsdag eigenlijk weer een beetje op de been. Dus je kunt nou niet rijden met de mooie roze gevaarten? Nee, eigenlijk niet, nee. Ja, het laden gaat niet vanzelf helaas, dus het is veel met de hand laden. Vervelend? Ja, ik baal er wel echt flink van. Want er is voor haar niks leuker dan veel bekijks te trekken met haar roze gevaarten. Het zijn 1000 Swarovski diamantjes zitten erin. Die zijn allemaal met de hand erop gelijmd. En ja, het is een beetje een eigen ontwerp eigenlijk. Ik wilde alles roze spoten hebben, ja. Maar wel een beetje met een contrastkleur, dus dat is inderdaad zwart geworden. En nou ja, de bekleding eigenlijk ook. Wel met een beetje een diamantje erin. Maar ze zien jou van ver al af aankomen. Ik bedoel, er zal maar één echte roze vrachtwagen zijn die hier in de Nederlandse wegen rondrijdt, of niet? Dat klopt, ja. Het is meestal ook een seintje en dan even zwaaien en toeteren en dan ja, vervolgt iedereen zijn weg weer. Wat vind je er zo mooi aan het vak? Ja, de vrijheid denk ik en de dingen die je onderweg ziet. Ja. Ja, het is ook iets makkelijker en fijner lijkt mij in zo'n mooie wagen als die van jou, hè? Ja, dat is waar. Ik ga iedere dag met plezier opstappen. Nu staat de truck op een grote transportbeurs, maar eigenlijk zou ze er liever snel mee wegscheuren en tonnen aan verse paling naar Europese klanten rijden. Ik had liever ergens lekker in Zuid-Europa gezeten. Ja. Want dat doe je vaak, je rijdt gewoon echt heel Europa rijden rond, hè? Ja, klopt, ja. Veel Zuid-Europa inderdaad. Ja, Italië, Spanje, dat soort landen. Soms wel eens Griekenland, Turkije. Ja. De verre tripjes. Ja, de mooie verre tripjes.